wel bij een nieuwe vlag. We hebben hem vanmorgen gevoerd. We gaan hem naar Bas toe. Dus ik zou zeggen, we gaan hem kijken voor hout. Ik wil zeggen, ga mee en huiver op de kwart. En we gaan hem voor een nieuwe hout, wat er moet liggen. Dan gaan we er noteren en dan gaan we weer, wat dat weer van de week allemaal haalt. Dus we gaan kijken naar mooi met. Zonders. Veel plezier bij het kijken van de vlag. Kijk maar voor de nieuwe kloofhout. Ja, dan wordt natuurlijk kloofhout gebruikt voor de open haard. Ja, we hebben hier een prachtig landschap hier achter mij. Dus het bos, we gaan zo meteen wat verder in het bos in, wat ook wat gladder wordt. Dus ik zou zeggen, nou ja, goed. Nou, hier achter mij liggen wel wat hout. Kijk of ik kan zien. Maar dat is in ieder geval hout wat, ja, wat een beetje lastig is om mee te nemen. Want dat ben een grote stuk, dus dat lukt nou eigenlijk niet. De vent hier moet ook aan schieten, dus ik zou zeggen, nou, we gaan weer verder kijken voor een nieuwe hout. We zijn richting het bos gegaan. Waarom gaan we richting het bos? We gaan hem strooien. Er ligt nog heel wat ijzel op de pad. En dat wordt zo meteen even weggehaald door mij met het strooizout dat hier in ligt. En ja, ik kan hem vertellen, er ligt vooraan de weg lag er ook heel veel strooizout richting het erf dan. Vanaf de opbreder naar de boerderij zelf. Dat hebben we al gedaan. Waarom hebben we dat niet gefilmd? Nou, dat kan gewoon niet, want dat was gewoon iets te glad en moest ik goed concentreren. Dan gaan we een klein stukje strooien, nog een beetje. We rijden nu naar achteren toe met de kwart. We staan weer op het punt wat je herkent van de filmpjes van de kloofhout. We rijden nu naar achteren toe. Dan gaan we zo meteen strooien en laat ik wel even zien hoe het naartoe gaat met alles. We zijn nu aan het strooien, een beetje kwart een beetje aan het schoonmaken. Ja, er ligt niet zoveel hier, maar er moet toch wel wat gedaan worden. Ja, zo gaat het een beetje. Ja, we zijn nog met het strooien. We zijn ook bezig met hout halen. We waren klaar met strooien en nu proberen we wat hout te verzamelen voor. Kloven, waar die Romeinse mannetjes zo goed mee kunnen werken. Ja, achter mij is hier nog een keer het landschap. Ik zou zeggen, jongens, bedankt voor de vlog te kijken. Binnenkort zijn we er weer met een nieuwe. En ik hoop het ook weer te zien. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. En abonneer op mijn kanaal. Ciao!